Welkom bij het EFA Weekjournaal. Met vandaag: opening expositie Zonen en Dochters. Slecht valkennest in Onze Lieve Vrouwentoren. Voorleesfeestje Kikker in Bibliotheek Leusden. Bibliotheek Eemland en Dorpshuis Hoogland verzorgen in samenwerking Digitaal Hulplijn. Kavia Show in Amersfoort. Project Zonen en Dochters brengt leerlingen in contact met hedendaagse Amersfoortse kunstenaars. Ik ben Hanna Blom, een van de kunstenaars die meedoen aan het project. Ik ben lasser, ik maak beelden in staal sinds een jaar of 20. We zijn hier omdat het project Zonen en Dochters van Amersfoort hier zijn eindtentoonstelling heeft. En dat wil zeggen dat kinderen van diverse middelbare scholen in Amersfoort bij een kunstenaar op bezoek geweest zijn het afgelopen half jaar. Een middag of een uurtje. Sommige scholen hebben alleen een interview gedaan. Andere scholen mochten de leerlingen ook echt wat doen. Dat was helemaal heel leuk. En die leerlingen hebben op school verder daaraan doorgewerkt. En zijn dus geïnspireerd door, ik geloof, een stuk of 6, 7, 8 kunstenaars. Moeders en vaders, zeg maar, van de leerlingen. En die hebben, zeg maar, als inspiratiebron die kunstenaars gebruikt om zelf werk te maken. En dat werk wordt hier nu tentoongesteld. Nou, wat ik bijzonder vind is dat het een expositie is van hele jonge mensen. Zeg maar leerlingen van 4 HAVO, 4 VWO. Dus het zijn allemaal kinderen, jonge mensen van zeg maar 16, 17, 18. Die voor het eerst in aanraking komen met kunst. En ook voor het eerst iets meemaken van hoe dat is als je kunstenaar bent of zou willen worden. En dat je dan een tentoonstelling krijgt waar mensen naar jouw werk komen kijken. Dus het is gewoon heel bijzonder om jonge mensen die kans te geven. En ik ben heel blij dat Amersfoort dat doet. Het is gewoon heel leuk voor de leerlingen. En sommige kinderen gaan ook echt door naar kunstacademies. En voor andere kinderen is het gewoon even snuffelen aan. Dat is ook al ontzettend leuk. Nou, wat ik zo even in de gauwigheid heb gezien, vond ik het erg inspirerend. Er zitten echt hele goede dingen bij. Echt dingen waarvan ik denk, zo, dat is kunstacademie waardig. En er zijn mensen die gewoon ook lekker aan het klussen zijn geweest. Dus het ziet er heel leuk afwisselend uit. Ruimtelijk werk vind ik heel leuk. Ik ben natuurlijk een ruimtelijk werker. Dus ik vind het leuk dat er schilderwerk is, maar dat er ook wat ruimtelijk werk is. Ik ben ooit opgeleid als huisarts, lang geleden. En ik ben al 20 jaar geen huisarts meer. En ik kon het gewoon niet laten en ben dus later examens gaan doen en opleidingen. En ik ben nu kunstenaar omdat ik gewoon, ik droom kunst, ik lig ervan wakker, ik maak kunst. Ik wilde gewoon een bijdrage leveren aan het kunstwereldje, aan de kunstwereld. En ik vind het heerlijk, vooral kan ik het gewoon niet laten. Ik ga elke dag met plezier naar mijn atelier. Ik ben Guus de Romein en ik werk bij het voortgezet onderwijs van School en de Kunst. En ik organiseer allerlei projecten waarvan Zonen en Dochters er één van is. Ja, de locatie is sowieso fantastisch. Dat we daar eindelijk na een aantal jaren van gesloten deuren deze elleboogkerk mogen gebruiken. En al het werk komt zo tot zijn recht in deze prachtige, strakke, witte ruimte. Dus daar zijn we echt wel blij mee. Het is echt een fantastisch project. Heel veel werk en ook heel veel leerlingen zijn nu aanwezig en kunstenaars. Het is echt een echt mooi eindresultaat. Nou, ik denk dat we eigenlijk een stapje eerder al, dat alle kinderen en jongeren in aanraking moeten komen met sowieso kunst in het algemeen, maar ook beeldende kunst, omdat je dan heel anders in het leven staat en andere oplossingen voor problemen vindt. En dat je ook naar elkaar zijn werk kan kijken en dat bespreekt en dan gewoon respect krijgt voor elkaar en voor het werk wat iemand ergens insteekt. En ik denk dat het dus voor leerlingen en voor kinderen ook gewoon een belangrijk aspect is, kunst en beeldende kunst. Slechtvalken nestelen zich in Onze Lieve Vrouwentoren. Ik ben Hans van Rossum, exploitant van de toren en dus verantwoordelijk voor alles wat in en om de toren gebeurt. De slechtvalkjes dus, de vogeltjes die op de toren zitten, ja, zijn een beetje mijn slechtvalken. Dat is natuurlijk onzin, het zijn beesten uit de natuur die een jaar of 6 geleden besloten hebben om op de toren te gaan zitten.
We hadden daar toen nog helemaal geen nestkast of zoiets. Dat is voor slechtvalken ook niet nodig, want die leggen hun eieren in, normaal gesproken gewoon op een rots. De reden dat ze hier zitten is dat valken graag in een vertrouwde omgeving zitten en niet zoveel last hebben van mensen. En op zo'n toren, dat klinkt gek, maar is dat vrij goed geregeld. Ze zitten daarboven in de tweede omloop. Daar komt niemand, ze hebben een eigen nestkast en ze kunnen daar gewoon zitten, broeden, jongen krijgen. Jongen kunnen ze leren vliegen en dat kan allemaal ongestoord. En voor die vogels is dat een prettige plaats. Kijk, er liggen nu 4 eitjes in de nestkast. Die zijn steeds met tussenpoten van 3 dagen gelegd door de moeder. En vanaf nu worden ze dan uitgebroed. En dat is een heel sociaal gebeuren. Een paar uur per dag zit de moeder op de eitjes en een paar uur per dag zit de vader op de eitjes. En als de ene op de eitjes zit, dan haalt de andere prooi om de ene te voeden. Dan komen, naar verwachting 3,5 week vanaf vandaag, komen dan de eitjes uit. En als het goed gaat, hebben we dan 4 schattige, kleine, wollige vogeltjes. Die worden heel snel groot. In die tijd kunnen ze niet vliegen en ze worden gevoerd door de vader en de moeder. Op een moment kunnen ze dan, zijn ze dan zo groot dat we ze kunnen ringen. En dan komen er 2 vogelaars die daar heel veel verstand in hebben. Die halen de beestje uit de nestkast. Ringen ze dan, registreren dan lengte, breedte enzovoort. En het nummer vooral. Dan zetten ze weer terug in de kast. En dan gaan daarna de ouders proberen om de beesten te leren vliegen. En dat is in de ontwikkeling wat laat, want ze zijn al bijna zo groot en zo zwaar als de ouders. En dan moeten ze nog leren vliegen. En de ouders helpen daarbij. Je ziet, als je aan de ene kant van het toren staat, zie je zo'n klein plankje, een soort springplankje. Daar worden dan de beestjes opgezet en vanaf daar proberen ze te vliegen. En hoe doen we dat nou met stemmen, met toeristen? Dat is heel belangrijk. Als de, zoals nu, de beestjes broeden, hebben ze geen last van mensen. Als de jonkies uitkomen ook nog niet, maar op het moment dat de jonkies groter worden en willen gaan vliegen, dan zijn de ouders erg schuchter en zijn erg bang van mensen. En in die tijd klimmen we niet over die omloop. De vogelaars informeren ons dan over de status van de jonkies en dan slaan we een paar weken het gebruik van die omloop over. Dat heeft nogal wat consequenties, maar goed, dat is dan ons vak. En op het moment dat de beestjes goed kunnen vliegen en uitgevlogen zijn, dan krijgen we weer een seintje van de vogelaars dat we de tweede omloop weer kunnen openen. En dat is heel belangrijk, want op die wijze hou je dan de beste omstandigheden voor de ouders en voor de jonkies. Het zijn beschermde diersoorten, dus we doen er alles aan om te zorgen dat de beestjes groot worden en volwassen worden. Dan moet je ook dat erbij doen. De Bibliotheek Leusden maakte er woensdag 28 maart weer een feestje van. Hallo, ik ben Christiane Geerdes. We zijn vandaag in de Bibliotheek van Leusden, in Leusden Centrum. En Bibliotheek Leusden maakt onderdeel uit van Bibliotheek Eemland. Vanmiddag hadden wij het voorleesfeestje van Kikker. En dat komt omdat wij de Kikker 10-daagse vieren deze dagen. Iedere vestiging heeft een dergelijk voorleesfeestje en we hebben voor vanmiddag, woensdagmiddag, is altijd ons voorleesuurtje. En vandaag hebben we er een extra feest van gemaakt vanwege Kikker. Het is heel belangrijk dat kinderen worden voorgelezen. Van een paar weken oud is het al heel belangrijk om de taal te laten horen aan de babytjes. En kinderen horen dan heel veel nieuwe woorden dan dat jij alleen met ze zou praten. Er is wetenschappelijk bewezen dat als je een kind een kwartiertje per dag voorleest, dan doet het 1000 nieuwe woorden op per jaar. Dus ja, voor taalbewustzijn is dat heel belangrijk. Nou, vandaag hadden we echt een super opkomst bij het voorleesfeestje. Want zoals je gezien hebt, ouders met kindertjes, echt was volle bak. Dus ik ben echt heel blij met deze opkomst, ja. Ja, wij lezen iedere woensdagmiddag sowieso voor, hè, vanwege het belang en het leesplezier ook te verhogen. Dus iedere woensdagmiddag om 3 uur wordt er sowieso voorgelezen.
En eens in de maand gaan wij daar wat verder in en dan organiseren we zo'n dergelijk voorleesfeestje met wat meer toeters en bellen eromheen. De voorleesfeestjes hebben vaak een thema. Dit keer omdat Kikker 10-daags is een landelijke actie. En volgende maand bijvoorbeeld hebben we Ik wil een prentenboek. Dat doen we samen met de boekhandel. De boekhandel heeft dan een prentenboek in de aanbieding voor €2. En daar haken wij ook bij aan. Onze plaatselijke Bruna gaat die boeken hier ook verkopen voor €2. En dat is Raad is hoeveel ik van je hou met Haas. En daar sluiten wij met ons voorleesfeestje ook weer bij aan. Maar is het hoogzomer of zo en er is landelijk niks, geen thema, dan verzinnen we zelf natuurlijk een thema rondom water en zand en dat soort dingen. Ja. Het voorlezen hier in de bibliotheek willen we altijd wel een extra dimensie geven. Want iedereen kan natuurlijk thuis voorlezen en dat promoten we hier in de bibliotheek natuurlijk ook. Nee, neem lekker 10 boeken mee om elke avond voor te lezen. Maar wij zoeken altijd boeken uit waar vertelplaten van zijn. Zodat we met dat kastje, wat we vanmiddag ook gezien hebben, dat het voorlezen net iets spannender wordt. Of wat interactiever. Hè, en nou ja, de kinderen met elkaar maken elkaar ook enthousiast om naar een verhaal te komen luisteren. Dus de extra voorleesmomenten hier in de bibliotheek proberen we wel extra leuk te maken. Bibliotheek Eemland biedt op verschillende manieren ondersteuning omtrent digitale media en mediawijsheid. Mijn naam is Karin Horst en ik ben binnen de Bibliotheek Eemland verantwoordelijk voor de mediawijsheid onder andere. En dat hoort hier ook het digitaal hulppleit bij. We zijn vandaag in Dorpshuis de Neng in Hoogland en dat is een van de twee plekken waar digitaal hulppleit plaatsvindt. En dit is in Hoogland, in de Neng, vindt het altijd plaats op de laatste donderdagmorgen van de maand. Het digitale hulplijn is een plein waar vooral vrijwilligers zitten die oudere mensen veelal helpen om hun problemen die ze hebben met ofwel telefoon, ofwel tablet, of computer, of e-reader op te lossen. Want het is best wel een probleem om met die apparaten om te gaan. De initiatiefnemers van Digitaal Hulplijn, ja, dat ligt een beetje verspreid. Maar op dit moment, we zijn begonnen met de instelling die er was voordat in de buurt 033 er was. En met de KBO. En nu doet de bibliotheek het vooral, Bibliotheek Eemland. En dat doen we samen met SeniorWeb. Ja, we geven ook cursussen in de bibliotheek. Niet alleen, dat doen we meestal trouwens in Vathorst en in het Eemhuis. En dat zijn de cursussen iPad en Android. En soms doen we ook Facebook en WhatsApp. En wat ook wel belangrijk is om te zeggen, is dat het digitaal hulplijn gratis is. Want wij faciliteren het samen met de Neng in dit geval. En in het Eemhuis doen we het ook. En er zitten vooral vrijwilligers die daar helpen. En daar hoeven we verder geen geld voor te hebben. Ik las in de Hooglander dat er de laatste donderdag van de maand is hier een cursus voor eventueel tablets of telefoons die niet goed functioneren. En aangezien ik er niet zo'n heel genie in ben, denk ik, ga het even proberen. Als ik mijn computer aanzet, mijn tablet, dan gaat hij altijd gelijk naar Maps en voor de rest doet hij niks. En dan zit hij vast, dus dat is iets niet goed. En zo'n technicus ben ik helaas niet, tenminste niet op dit gebied. Ik vind het wel een goed idee, vooral voor de mensen op mijn leeftijd. Dat hebben wij nooit geleerd op school, hè? Ik ben Gerrit Borg, ik ben vrijwilliger hier in het Dorpshuis de Neng voor SeniorWeb en we doen het digitale hulplijn vandaag. De meeste hulp die gevraagd wordt is met tablets, dat mensen daar niet goed mee uit de vingers kunnen. Het grootste probleem waar ze mensen tegenaan lopen, dat is van dat ze wel een apparaat hebben gekocht, maar eigenlijk niet goed weten van wat ze ermee kunnen allemaal. Waar mensen, wat ik ook regelmatig krijgen, dat is dat mensen soms met een uitgeprint mailtje komen van ik heb een mail gekregen van de bank en wat moet ik hier nu mee? En 9 van de 10 keer zijn dat van die nepmailtjes. En om dat duidelijk te maken, en dat is een groot probleem tegenwoordig. Regelmatig, we doen dan wat dingen voor hoe iets gedaan moet worden. En omdat we meestal met oudere mensen werken, dat blijft niet goed hangen. Dus geven we ze vaak ook een advies om een online cursus te gaan volgen. En dat kan prima via de bibliotheek.
Cavia's gaan de strijd met elkaar aan in de Cavia-show. Hoi, ik ben Stefan en we zijn hier aanwezig op een Cavia-show. We zijn hier op Sportpark de Bokkenduinen. Ja, als cavia's worden gekeurd, zeg maar, hè, dus, dan gaan ze naar een keurmeester, zoals hier op deze show. En die, die controleert, hè, die kijkt of die keuren naar een Europese standaard. Nou, zoals hier, hè, waar we nu vandaag aanwezig zijn, daar heb je dus een jury. En die hebben dus die standaards, kennen ze dus allemaal van al die rassen uit hun hoofd. En een dier of een ras wat zij op tafel krijgen, die moeten daar voldoen aan die Europese standaard. Dus daar moet naar dat wat er op dat papier staat, moet er naar gefokt worden. Wij zijn dus Cavia & Friends event. En er zijn ongeveer 3 of 4 shows per jaar. Die worden georganiseerd. Dan heb je bijvoorbeeld op Facebook de pagina Cavia & Friends event. En daar worden vroegtijdig, meestal een maand, anderhalve maand van tevoren, wordt er aangekondigd dat er weer een show gaat zijn. Als je naar die pagina gaat, dan kan je je aanmelden. Dan komen er lijsten op zo'n pagina te staan en die kan je invullen. De aantal dieren die je wil inzenden. Dat is een manier, zeg maar, om je aan te melden voor een cavia-show. Mijn favoriete ras is de mini-pli. Zoals ik al uitlegde, hè, dat ik ben dus met dat nieuwe ras bezig. Dus dat heet dan de mini-pli en dat is momenteel mijn favoriete ras. En dan heb ik zelf ook nog een Lunkaira. En dat is weer een ras dat is wat stugger van haar en die heeft een slag in het haar zitten. En de mini-pli die is, hij moet ook wat stugger haar hebben, maar die zijn heel fijn gekruld. Dus er moeten echt hele fijne wokkelkrulletjes opkomen, zeg maar. Er zijn 346 cavia's op dit moment. En ik kan al die rassen wel noemen, maar je hebt een alpaca, je hebt een skinny, je hebt een Lunkaira, je hebt een US Teddy, je hebt een CH Teddy, Coronet, Sheltie. Moet ik ook even denken hoor, want er zijn er zoveel. Mini Plea. En de gladharen, zeg maar. Ja, dus dat zijn behoorlijk wat rassen. En iedereen die heeft natuurlijk zijn ras. Of ieder persoon die valt op een bepaald ras. En ja, die zijn dan daarmee bezig, zeg maar. Bedankt voor het kijken en tot volgende week.